Ik kreeg de bal op rechts. Ik zag dat Hemd geen rugdekking kreeg. Ik tik hem twee keer naar binnen en ik schiet hem goed binnen. Bij het eerste doelpunt ren die hard weg. En je maakt ook nog een gebaar. Wat voor gebaar was dat? Het is de W. Ik woon in Rotterdam-West. Het is gewoon een doelpunt voor de jongens in de buurt. Zodat ze weten dat ik altijd aan hun denk. Vooral het eerste half uur. Er zat heel veel beweging bij jullie. Je switchte ook veel. Is dat echt iets wat Ronald Koeman voor ogen heeft? Ja, dat heeft hij er toch wel in gebracht. En als het goed wordt uitgevoerd, dan lijkt het allemaal heel makkelijk. En nu het overzicht houden, dat doet hij. Het schot is goed, het is 2-0 voor Feyenoord. Ver, en Cabral is weer belangrijk. En Ver heel rustig. Was het jouw beste wedstrijd ooit? Ja, tot nu toe is dit mijn beste wedstrijd in het shirt van Feyenoord. En ik hoop dat er meer zullen volgen. Jij bent eigenlijk een klassieke linksbuiten vanuit de jeugd. Maar nu speel je al tijdens de voorbereiding echt op rechts. Bevalt het jou? Ja, tot nu toe wel. Vooral als je zo'n wedstrijd speelt, dan zie je dat het zijn voordelen heeft. Al is mijn positie gewoon linksbuiten en sta ik liever ook linksbuiten. Maar als de trainer mij op rechts nodig heeft, dan zal ik er staan. Voorzet met rechts is wat moeilijker dan met links. Maar dat komt er vanzelf wel in. Vond je het een achteraf gezien een eenvoudige wedstrijd vanavond? Nee, absoluut niet. Ik bedoel, Roda is een hele moeilijke tegenstander. Is altijd is ook gebleken in de laatste jaren. Daar heb ik het altijd moeilijk mee. Ik denk dat we deze overwinning gewoon aan onszelf te danken hebben. Door gewoon goed spel te spelen en Roda niet in het spel laten komen. Belooft veel. Absoluut, absoluut.